Normaal ben ik daarvoor. Dan mag zij met elkaar doen. Je ziet allemaal cijfertjes staan. En op de pootjes en op de vleugeltjes zie je bij haar ook cijfertjes. What's up YouTube, Gina hier vanuit Blaze Games. Welkom bij een nieuw mysterie-ei. Dit is natuurlijk geen ei, maar het hoort wel bij mysterie-ei. Wie kent ze niet? De grote insectenverzameling waar je 12 van kan krijgen bij de HEMA. En op de eerste aflevering komt de special, die staat bij mijn moeder. Die zal je aan het einde van deze, als deze uitgepakt is, zou je hem zien. Want mijn moeder wilde... Een fotootje van. Ja. Mijn moeder wilde weten wat het was. Ik heb ze trouwens voor mijn oma gehad. We hebben dit keer... Lieve heersbeestje, geloof ik. Ja, een lieve heersbeestje. Nou, ik zal je vertellen hoe dat in zijn werking gaat. Zo ziet hij eruit. Dan heb je op de achterkant, dit zie je dan. Dan zie je, zij mag hem bij elkaar halen even op dit moment. Normaal ben ik daarvoor, dan mag zij met elkaar staan. Je ziet allemaal cijfertjes staan. En op de pootjes en op de vleugeltjes zie je bij haar ook cijfertjes staan. En heel makkelijk voor je kinderen, kleinkinderen of wat dan ook. Of voor jezelf als je zo graag. Ik ken iemand op TikTok. Zeg maar, ik noem geen namen, want ik weet het kanaal niet. Maar ik ken iemand die ik wel eens voorbij zie komen. Die doet dit ook. Al die mysterie-eieren, al die dingen. En die had die beestjes. En ik hoopte in mijn leven dat het een beestje was. Maar hè, als je kan zien... Zit er bij elk beestje zit er een QR-code. Dat beestje zie je precies hoe die leeft, hoe die geboren wordt, hoe ze is, al die dingen. Het is leuk om te hebben. €15 bij de HEMA kan je ze krijgen. Bij €15. En je kan er 12 natuurlijk sparen. Nou. Mijn vriendin die gaat het eventjes aan de bak. Ik ga even verder puzzelen. Moet ik niet eerst die sticker erop doen? Of? Je hebt geen sticker. Dat was toch een sticker? Of heb je niet? Nee, kijk. Ja, maar je had toch een sticker? Oh, never mind. Je dacht dat het een sticker was. Nee. Nou, dan gaat dit dan met de prullenbak in. Maar het is een leuke dingetje voor kinderen. Omdat het Wacht even. Snap je het nou? Ja, maar hij gaat niet naar beneden. Of heb ik hem nou verkeerd? 1-1. Ja, dat snap ik ook hoor, maar hij gaat niet naar beneden. Of moet hij niet naar beneden? Nee, denk het niet. Zal ik eens kijken aan de voorkant? Nee, kijk. Ik kon het hier een beetje zien. Oh. Maar, het is even een puzzelwerk, maar het is leuk. De HEMA doet nou ook aan de acties mee. Normaal zijn het altijd supermarkts of kruidvat die bij een product... Een toilettas heb of een, ja, ik noem maar wat, een zomerartikel, winterartikel. Maar nou dat thema, ik ga aan het beter leven van de insecten meedoen. Ik vind het eigenlijk wel een leuk concept. Want staat ook, volg de bouwinstructie in de verpakking. Scan de QR-code voor nog meer informatie. Het is heel leuk voor kinderen, maar ook voor volwassenen die van insecten houden. En je weet van ons, wij zijn allemaal van die bouwers, wij tweeën. Elk insect is jouw favo. Mijn insect mijn favo. Ja, dat is lastig. Ik vind de bij leuk. Maar dan de koningin. Vind ik mooi. De koningin erbij dus. Vooral die wij gezien hebben bij mijn moeder in de tuin. Dat was... dat was de koningin van zo'n... hoe heet die kringen nou? Niet de normale wesp, maar die hele grote wesp. Ja, ik vind die, hoe heet het, die andere nou ook weer? Daar heb ik een foto van. Die lag dan op de grond. Libel, maar dan de grote versie. Grote libel. En jou? Mijne is lieveheersbeestje, libel. En hoe gek het ook klinkt. Vlinder. Vlinders zijn ook mooi. Maar vooral dan de blauwe vlinder. Zeldzame vlinder. Deze. Oeps.
Een beetje over het hoofd gezien. Ja. Wat gebeuren. En dan die hier. Neem ik hem. Nim. Nummertje 3. Moet die hier? Nee, dat is 2. Tweede hier. Ook doorduwen. Of zo. De lieve heersbeestje is dit keer een geprikkel. Want die wij thuis hebben bij mijn moeder. Die heb ik dan in elkaar gezet. Maar die was iets makkelijker. Ja, die zegt... Oeh, boy. Geprikkel. Ja. Maar, nou komt als het goed is, als we hopen, want mijn stiefvader is bijna jarig, dan gaat mijn moeder een cadeautje kopen altijd bij de HEMA. Meestal van de 9 van de 10 keer. Maar ze gaat voor mij fixen, of ik die beestjes kan krijgen. Nee. Maar al toe zijn die dingen altijd wel leuk om te krijgen. Ik krijg dan trouwens alles wat van de supermarkt is of van de winkels waar mijn oma terecht komt. Of het nou voor de zus is, of nou voor dezelf is, of voor mijn opa, of voor een van ons, weet je wel. Krijg ik altijd die dingen. Vind ik altijd wel leuk. En dan delen we weer graag met jullie. Tadaa! Nou, ik hoop dat ik hem goed heb gedaan, want hij ziet er best wel raar uit. Nee, hij is goed. Hij ziet er goed uit. Ja, op het plaatje ziet hij er zo uit. En voor mij ziet hij er zo uit. Ik denk wel dat hij goed zit, hè? Jawel, hij is leuk. Zo ziet hij eruit, jongens. En dames, en als je commentaar hebt, het is niet makkelijk. Je hebt het best gedaan. Geef het een blauw duimpje omhoog. Hij is perfect in elkaar gezet. Wel van de achterpoten. Ja, dat is een beetje een lam dingetje. Ja, weet maar je wat je ook kunt doen? Gewoon lem nemen. Blijf je ook niet. Maar in ieder geval, dit was deze mysterie-ei. We hebben van de insecten-hema-dinges, waar je de 12 van kan krijgen. Inclusief, als je het leuk zou willen voor je kleine zoon, je zoontje, whatever. Je dochter, mocht je dochter van insecten houden. En kijkdoos, die is ook makkelijk in te vouwen, noem maar op. En daar kan je alles inzetten, dan kan je laten inkijken, noem maar op. Maar in ieder geval, we hebben het lieve heersbeestje en wat nu in beeld komt, die hebben wij bij mijn schoonmoeder gedaan. Die hebben we dus bij mijn schoonmoeder achtergelaten. En ja, dit was het lieve heersbeestje in ieder geval. Nou, geef het blauw duimpje omhoog, vonden jullie dit leuk? Deel met je vrienden en ben je nieuw, abonneer je op mijn kanaal voor meer mysterie-ei als deze en andere content. Dan zou ik zeggen, bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei!